Yo, Elfam! En welkom terug bij een gloednieuwe aflevering van Resident Evil Village! Ik ben natuurlijk Melvin en vandaag zijn we hier op deze prachtige woensdag bijeengekomen voor deel 2 van echt één van de leukste spellen die dit jaar is uitgekomen. Wij gaan verder met onze Let's Play waarbij we met Ethan in een of ander heel erg luguber dorpje zijn en waar ook een of ander heel groot kasteel is. Ik heb er ontzettend veel zin in en jullie hadden de allereerste aflevering super goed geliked en super goed ontvangen. Dus liefde daarvoor naar jullie en laten we dan nu gewoon maar gaan beginnen. Ja, we gaan niet verder. We hadden namelijk de vorige aflevering de 2 schijven. Hallo vrouw, hoe is het met jou? Gaat alles nog goed? Deze vrouw die is echt heel gek. Maar nee, we hadden de vorige aflevering die 2 schijven die wij op die deur naar het kasteel moeten plaatsen. En ik denk dat het ook gelijk is wat we moeten gaan doen. We kunnen nog een kort onderzoekje gaan doen in dit hele dorpje. Maar of dat nou heel veel zin heeft, dat weet ik niet. Dus ja, we gaan naar die deur als ik die kan vinden. Waar is die kutpoort? Die poort die kwam ik echt toen er heel makkelijk tegen. En nu weet ik niet eens waar ik naartoe moet. Moet ik hier... Oh, ik moet hier links. Oh, wat... Nee, huh? Moet ik hier langs? Ik begrijp er echt gewoon niks van. Maar voor mij moet ik hier door deze poort heen. We gaan er gewoon naartoe. Het is handig dat we een kaart hebben. En even nogmaals oprecht mensen. Vanuit het diepst van mijn hart wil ik jullie allemaal heel erg bedanken voor de support op mijn Let's Plays. Het is echt gewoon te bizar voor woorden. Wat jullie allemaal de laatste tijd kunnen betekenen op mijn kanaal. Ik vind het zo insane. Oh nee, moet ik nog draaien? Serieus? Nou, zomaar toch? Ik denk dat het zo wel goed is. Kijk! Prachtig! En dan kan hier die andere op. Kijk joh, wat een systeempje, hé. Hoe moet deze? Die moet zo. Dat is een soort van demon. Die moeten we dan zo zeker plaatsen. En dan gaat die deur hopelijk open. Dan gaan we naar... Oh, dan gaan we naar het kasteel van Damastru. De Damastru? Oh, nee. Nothing but blood and death. Huh? Nothing but blood and death. Oh, dit is zo vet. Ik weet niet waarom. Dit is zo immens groot gemaakt. Zo immens spannend gemaakt. En hallo kraaien. Gaan jullie met me mee? Nee? Oké, dan hebben jullie dat niet gezien, hè? Tjonge, jonge, jonge. Is hier misschien nog iets dat we kunnen looten? Ik zie hier namelijk zo'n kabel liggen. Ik weet niet of ik dit... Nee, laat maar. Fuck dat. We gaan die kabel gaan we nog niet volgen. We gaan die gewoon naar binnen. Hallo? Wat de heck is dit, joh? Dit is niet echt een hele fijne route om naar een kasteel te gaan, als ik eerlijk ben. Zie, ik ben wel eens in Valkenburg geweest. Dan heb je natuurlijk al die kasteelruïnes. Mijn vriendin die komt uit Limburg. En dan ga je gewoon over een mooi weggetje, een trappetje omhoog in de buitenlucht. Ga je gewoon naar het kasteel toe wat daar is, die ruïne. Maar hier moet je echt gekke shit langs, zeg maar. Well, well. Didn't think anyone was left. You must be pretty tough. Huh. Who the fuck are you? Oh, you're not local. Even better. Mother Miranda is gonna love you. Ik heb het gevoel dat ik misschien iets langer in dat dorpje had moeten blijven. Kijk dan, wat zijn we nou weer? Wie is dit? Wat gebeurde? Die man heeft een of andere Uri Geller krachten. Dit is gewoon voor mij Uri Geller. Uri Geller met zijn hamer. Normaal had hij een lepel, maar deze gast heeft gewoon een hamer. The fuck gebeurde er? The man is of no real use to anyone else. Wat? And my daughters do so love entertaining foreigners. Furthermore, I can show them that you entrust the mortal to House Dimitrovs. My daughters and I are delivered to the point. Get out of the way, ugly! I want to see! He's awake! Both of you shut the fuck up! What? Where? You mean you'll screw around with him in private, and where's the fun in that? Give him to me, and I'll put on a show that everybody can enjoy. Ugh, so gauche. What do we care for bread and circuses? The man thinks suffering is assured. Yak, yak, as a man's dick is cut off in the castle, blah, blah, blah. What the heck? I've heard all your arguments. Some of you were less persuasive than others, but I've made my decision. Heisenberg. The man Heisenberg. In your hands. Mother Miranda, I must protest. Heisenberg is but a child, and his devotion to you is questionable. What? Give the mortal to me, and I will ensure he is ready. Shut your damn mouth!
And don't be a sore loser. You'll find her food somewhere else. Quiet now, child. Adults are talking. I'm the child. You're the one who's arguing with Miranda's decision. You wouldn't know responsibility if it was welded oh, to Oh, keep glory. One day your head might actually fit your ego. Fight. Hey, don't I get a say in this? Silence! My decision is final. There will be no more fight. Remember from whence you came. Thank you. Lycans and gentlemen! Lycans. We thank you for waiting. And now let the games begin! Let's see what you have. Ethan Winters. Get ready. No! Wat de heck gebeurt hier? Oké, volgens mij moeten wij gaan rennen. Volgens mij moeten wij gaan rennen. Ik weet niet wat hier aan de hand is, maar... dit is niet goed. Dit is echt gewoon... What the heck? Oh, Ethan. Ik weet niet waarom Ethan zo lang erover deed, maar Ethan moet gaan rennen, volgens mij. Dit is echt de gekste shit ooit. Wat gebeurde daar? Wat was het voor cutscene? Run for your life. Ja, ik ben al bezig, joh. Oh mijn god. Moet ik hier langs? Oh shit. Oh shit, what the fuck is er aan de hand? Very nice, Ethan. We krijgen zelfs commentaar van Heisenberg. Ik had dus... Nee, niet hij weer. Oké, als je dit hebt overleefd, dat zal wel heel knap zijn. Je bent... Oké. Wat de heck? Wat gebeurt hier? Kijk dit dan. Zijn we nu serieus? Waar zijn we beland? You're still alive? Ja, dat vind ik zelf wel... Oh shit. Ze willen mij echt op een hele mooie manier dood hebben, hè? Dit is echt niet normaal. Oh shit, waar moet ik nou heen? Hier. Hier kunnen we langs. Ik zie hier een gat. Oh mijn god, ga daarin, ga daarin. Waarschijnlijk gaat het nu hier naar beneden. Shit. Oh, wat is hier allemaal aan de hand, joh? Ik heb geen idee wat het is. My word. My word? You truly are as strong as they say. Ja, dat ben ik inderdaad. Oh, you didn't think I'd let you get away, did you? Ah! Daughter in Moreau entertaining. Oké. So now it's time. Ik ga dood, denk ik. Nou, leuk jullie gekend te hebben. Ik was zo afgeleid met die doos. Wat gebeurt hier allemaal? What the heck? You are dead. Ik wilde graag die doos openen, maar dat kon niet. Ik moest gewoon rennen. Dat is mijn fout. We moeten even een soort van korte recap van wat hier is gebeurd. Ik ging misschien iets te vroeg het kasteel in. Ik heb namelijk geen idee wat er aan de hand is. En daar opeens was mevrouw Dimescu. En was er opeens een... ik dacht dat het een Uri Geller was. Maar dat was een Heisenberg. En daar links was ook nog een vrouw. En het was echt één gekke shitshow. Maar goed, we gaan op restart drukken. We moeten dit gaan doen. Weet je wat ik ook gek vind? Voor de mensen die de demo gameplay van mij hebben gezien. Daarin kwamen wij iemand tegen en we moeten helemaal opnieuw. Serieus. Oké, nou, ik zie jullie wel wanneer ik ongeveer op hetzelfde plek ben. Oké, we gaan hier nu gewoon doorrennen. Oh, wat? Niet! Wat? Oh, hier moet ik staan! Oh mijn god, ik ben echt een Mongool. Ik ben echt een Mongool eerste klas. Oké, we gaan het nu overleven. Oh, fuck. Ah! Holy fuck, Ethan, nee. Holy shit. Hij denkt dat ik dood ben, zeker, of niet? Too close. Too close, ja, dat was inderdaad too close. Het gekke bij Ethan dus... Wait, do those freaks have Rose? Holy shit. Oké, het gekke dus bij Ethan is dat deze man het altijd overleeft. En dat eigenlijk iedereen die hij tegenkomt, doodgaat. Maar ja, goed, we gaan nu ook wel verder. Er waren hier twee dozen, er zitten vast spulletjes in. Ja, Lai, we hebben dus Lai. En dat wilde ik zeggen in de demo. Oren dichter als je dit nog niet hebt gezien. Dat was een hele grote, dikke man. En die man, de Duke, die... Ja, wilde met me treden. En die man hebben we nog niet gezien. Wat ik dus echt heel vaag vind. Ik had dat wel verwacht. Maar goed... Oké. Waarom ziet alles er hier uit als vallen? Oh, dit vind ik echt heel naar. Holy fuck, wat zijn dit voor... Oh, waarschijnlijk als ik hier ergens op één verkeerd plekje loop... gaan
denk ik waarschijnlijk ik dood. Oh, dat wil ik niet. Ik wil niet dood, zeg maar. Ik voel me nu gewoon al echt heel overwinbaar, zeg maar. Ik wil niet dood. Wat hebben we hier? Toch meer? Niks? Oké. Okay. Moeten we hier langs? F unlock. Ik ben heel benieuwd. Oh, wauw. Serieus? We komen hieruit. Dat betekent dus dat we nu ook terug naar de village kunnen gaan. Maar wat wil ik? Ik weet niet wat ik wil. De letterlijke objective die we hebben is... Look for Rose. Oftewel, we moeten kijken voor onze dochter. En we hebben natuurlijk hier dus onze kaart. En daar hebben we op ook een heleboel dingen. Echt, we zijn nu namelijk hier bij... Hier is die village. Ja, hoe kan ik ook weer moven? Ik godsamme. Kutmap, oké. Okay, nou, maakt niet uit. Maar we hebben dus die village daaronder. We kunnen dus nog terug naar de village gaan. Daar even onderzoeken. Of we gaan verder met... Ik weet het niet. Ik wil eigenlijk wel even terug naar die village. Misschien is daar iets, misschien niet. We gaan even snel koeken. Nee, fuck dat. Ik ga niet terug naar die village. Oké, okay, dat was misschien de meeste gekke keuze die ik ooit heb gemaakt. Om eerst terug te gaan en toch niet. Maar we gaan gewoon door. Hè? We willen meer weten over die Mistrescu en alles. En die shit en die Heisenberg en die ene andere vrouw. En dan nog zo'n hele andere gekke man die er liep. Laten we hier gewoon maar naar binnen gaan. Moet je eens kijken. Hallo. Dit zijn wel echt hele mooie plekjes. Het is wel heel eng. En ik zei je eerder het ook over Valkenburg, hè. Zo loop je niet naar de kasteelruïnes, maar... What the fuck zijn dat? Hallo? Oh mijn. Oké, dit is een al wat mooie paadje, zou ik zeggen. Ook al zijn dit niet echt hele mooie beelden om te zien. Dit staat niet in Valkenburg, maar goed. Oh, misschien ligt hier wel iets van loot. Misschien iets dat we kunnen meenemen of zo. Alsjeblieft. Nee, niemand. Oké. Okay. Oh, jawel. Kijk. Een herb. Oh, oh, oh. Hè, looten loont, hoor. In die Resident Evil spellen, ik heb dat echt door de tijd geleerd. Looten loont. Dus ja, dan... Wacht eens, wat is dit? What the heck? I've been waiting for you, Mr. Winters. When you speak about the devil. Name? Anyone who is anyone has heard of the likes wow. of you. A hero searching for his daughter. Though I must say, that castle arouses suspicion. Yeah, and so do you. I am but a humble merchant. Here? Oh, forgive my manners. Call me the Duke. Now to business. Yep. Weapons, ammunition, healing salves, anything you desire, I can provide. Echt... Hoe ik ook letterlijk net tegen jullie zeg van... Oh, we hebben die Duke nog niet gezien. Tadaa! We hebben hier de Duke. We kunnen dus nu met hem gaan praten. Shall dan kunnen we, I ja. something for you? We kunnen dus nu met hem de shop. We hebben 1000 life. I've gotten some new stock. Oh, you've got him some new stock? Wat heb je? Hebben we iets wat we kunnen verkopen? We kunnen die shotgun verkopen en die pistooltjes? Serieus? Waarom is die shotgun zoveel waard? Ik weet niet eens of dat het waard is. Ik denk het niet. We kunnen beter kijken naar... Echt, ik heb echt amper lei, man. Ik heb 1000 lei. Hoe de fuck moet ik dan hier meer gaan kopen? Is het waard om een paar shotgunkogels erbij te doen? Denk ik wel, toch? Waarom heb ik zo weinig? Wat is dit voor kutzooi? Nou ja, YOLO. We kopen wel gewoon 1000 shotgun ammo. Hatseflats. En dat betekent... Wat? Mag ik kopen? Hè? Oh, we moeten eerst zo doen. Yes, okay. I can see why you'd be interested in that. Mooi zo, ben Have blij. Have a wonderful adventure. Dankjewel. Ik vind hem wel echt een heel... ik vind hem heel vet op een of andere manier. Hoe hij daar in zijn wagentje zit. Maar weet je wat gek is? In die demo kwam ik hem tegen in het fucking kasteel. En nu zit hij gewoon buiten hier in een wagentje. Maar wat ik me dan afvraag, hoe komt zo'n... Ja, we mogen het niet zeggen, maar hoe komt zo'n stevige man... even netjes verwoord. In dit kasteel. Dat kan niet. Dat is onmogelijk. Ja, weet je wat nog meer onmogelijk is? Is dat Ethan nog steeds leeft na al die shitshows die hij heeft meegemaakt. Dus we gaan wel gewoon het kasteel in, denk ik. En ja, we gaan kijken wat hier gaat gebeuren. Hallo. Ik kom in vrede. Oh, damn. Dus hier ben ik geweest met mijn gameplay. Oh. Oh, nee. Dit meen je? Serieus? Gelijk wordt dat ding achter ons dichtgegooid. Could Rose be here? Ik weet het niet. Ik weet wel dat dit de drie gezussen zijn of zo. Ja, 3 daughters. Bella, Cassandra en Daniella. Nou, hele mooie dames voor hun tijd. Wat hebben we nog meer? We hebben hier een boekje liggen. Rednick delivery of 1 male, 3 females. Mother Miranda meeting with Mistress Dimitrescu.
Oké, dus we hebben Mother Miranda en Mistress Dimitrescu. Mother Miranda is die vrouw die we dan net zagen. En dan Dimitrescu is zeker die vrouw of zo? Ja, ik vind het misschien ook allemaal niet heel erg duidelijk van mijn kant. Maar goed, wat hebben we hier? We hebben hier voor mij nog die lift. Ja, kijk. Dit heb ik allemaal van de demo. En hier ligt gewoon 500 lei. Nice. Oké, daar ben ik echt heel blij mee. Snap je hem? Blij. Oké, ik ga al verder. We gaan gewoon naar deze deur. We gaan gewoon hier naartoe. Ik weet niet waar wat we moeten doen. Deze deur is locked from the other side. Oké. Wat hebben we hier nog meer? Ja, het is wel echt trouwens een ziek mooi... Oh! We kunnen gigantisch dure vazen kapot maken. Leuk! Waarom is dat mogelijk? Echt, je kan niks kapot maken, maar als er een vaas staat van weet ik veel hoeveel waarde, dan kan je die kapot slaan. En er zitten 330 lei in. Oké. Ik hoor een gil. Oh damn, wie gilde daar? Waar kwam die gil vandaan? Hier langs? Hallo? Ook niet? Oh fuck, fuck. Dat was echt creepy. Ik weet niet hoe hard jullie die gil horen, maar die gil was wel echt heel duidelijk. Huh? Moet ik hierheen? Wat is hier de bedoeling? Hallo, kaartjes. Hallo, weet ik wel wie u bent. Hier iets. Mask the angels, blinded gaze and the only... Oh, wat? Looking for Rose? Zijn dit die drie gezusters? Man blood. Mother, I bring you fresh prey. You are so kind to me, daughters. Oh my god, dat is dus de moeder. Now, let's take a look at him. Well, well, Ethan Winters. You escaped my little brother's idiot games, did you? Ja, dat klopt. Let's see how special you are. Yes, mother. Yes, mother. Wat de heck gebeurt hier? Dit is echt niet leuk. Dit is echt niet goed. Au! Het zijn dus wel die vampieren. Ik heb dit nog gezegd in mijn demo gameplay. Starting to go a little stale. Then let's devour his man flesh quickly, mother. But I am the one who captured him. Now, now, daughters. First, I must inform Mother Miranda. But later, well, there will be enough for everyone. Udama. Wat de heck? Oh, be careful what you wish for, Ethan Winters. Ik zie wel trouwens dat mijn spel een beetje moeite heeft met het praten. Kutzooi. Oh mijn god. Waarom word ik hier nou opgehangen? Nu gaan ze dus Mother Miranda ophalen. Dit was dus Mother Dimitrescu. Oké. En dit zijn dus die drie gezusters die we waarschijnlijk net zagen. Dat is echt ziek. En nu hangen we hier. Nu hangen we hier aan een koordje. Prachtig. Ja, dus. Hoe gaat het voor de rest met jullie? Wat de heck? Hoe kom ik hier nou weer los dan? Serieus, ik kan hier op F drukken? Hoe? Maar Ethan, die komt hier dus ook altijd uit, hè. Dat is het ding. Crazy witches. Dat doet echt zo alle Jezus veel pijn. Oh mijn god. Ah! Oh, dan gooi je er gelijk alcohol op. Ja, dat moet wel, maar dat doet zo tafels veel pijn. Oh mijn god. Ethan Winters, jij moet dit niet meer gaan doen, pik. Ik ben gewoon blij dat ik mijn beide handen nog heb, eerlijk waar. Maar goed,
Ik zie dat mijn computer een beetje moeite heeft met het spel. Dus wij moeten waarschijnlijk dit op een andere manier de volgende aflevering opnemen. Maar voor nu, alsjeblieft blijf kijken. Ik zou het waarderen. Laten we in ieder geval gewoon maar eens kijken waar we zijn. Want dit is volgens mij het punt. Ja, dit is die Crimson Glass. Oké. Dit is volgens mij het punt waar je werd op ingegooid in die demo. Dus dit is het stukje dat ik als het ware heb gespeeld en heb gezien. Maar er zal vast nog wel een heleboel dingen nu veranderen. Kijk. Ja, dit herkennen we. Voor de mensen dus die demo... Hé, maar die Easy Picklock. Ik ben ook zo dom dat ik nog niet een picklock heb. Hoe kom ik nog niet aan een picklock? Ik had graag een picklock gewild, zeg maar. Maar goed, die hebben we dus nog niet. Voor de rest lag hier voor mij helemaal niks. Dat was op slot. En dat was een... Maidens of Harvest. En dat vond ik een heel mooi schilderij. Maar goed, ja. Damn. Dit spel is zo insane hoor. Echt. Ik weet nog steeds niet wat er nu allemaal gebeurt. Want we hebben dus dat dorpje. Dat dorpje heb ik misschien iets te snel verlaten. Want ik wil natuurlijk ontzettend graag dit spel uitspelen. Maar op een of andere manier hebben we opeens die vier lords. Of vier meesteressen die het kasteel bedienen of zoiets. En daarbij hebben we één hoofdvrouw. En die hoofdvrouw is, hoe heet ze ook alweer? De maiden, mistress, nee, god, ik kom niet eens meer op de namen, man. En wat moeten we hier doen? Pick ring? Oh ja, natuurlijk, nu weet ik het weer. Dankjewel voor uw ring. Oh mijn god. Oké. Mag ik hier langs? Ja, doe maar. Dankjewel. Maar er gebeurt echt een boel. En het enige wat we nog steeds moeten doen is... Look for Rose in the castle! Ik vind het wel grappig hoe hij letterlijk gewoon op zoek is naar Rose in zo'n gigantisch kasteel. Aan de ene kant begrijp ik dat ook wel, maar ja, hij weet gewoon niet waar hij moet zoeken, zeg maar. En nu hebben we trouwens deze deur gelokt en dan komen we hier. Ja, superleuk. Bla bla bla. Wat hebben we hier nog liggen? Oh! Gunpowder. Nice, dankjewel. Laten we hier naar links gaan. Wat ik trouwens een beetje heel stom van hun vind, waarschijnlijk omdat ze misschien ook niet dood kunnen gaan. Ze hebben gewoon letterlijk niks van mij afgenomen. Oh ja, dit is ook echt super episch. Ik weet nog niet wat het is, maar het is wel heel episch dat het omhoog komt, zeg maar. En hier hebben we echt de mooiste kroonluchter ter wereld hangen. Even serieus, het is echt een prachtig ding. En voor de rest, ja, hebben we hier nog wat ridders staan die heel mooi zijn. En open haard en een hele... Ja, het is gewoon echt een gigantisch mooi kasteel. Zouden jullie trouwens in een kasteel kunnen wonen? Weet je, nu we in zo'n groot kasteel zitten. Ik weet niet of het echt wat voor mij is. Het zal voor mij denk ik gewoon veel te groot zijn. Ja, dat denk ik in ieder geval. Het lijkt me veel fijner om wat kleinschaliger te wonen. Een beetje een paleisje of zo. Maar een kasteel is gewoon zo groot. Je kan overal heen. En ik denk gewoon dat je gewoon niet dit wil hebben als je hier woont, zeg maar. Het is gewoon te veel. Je moet op te veel letten. Ik weet nu wel waar ik naartoe moet. Dat komt door die demo. Maar we gaan nog even een beetje kijken wat er allemaal is. Zoals hier in de wine room. Hier is namelijk een campflute. En wat nog meer? Laten we eens kijken. Oh, een boekje. Wat heb je van mij? The winemaking techniques of Castel Dimitrescu can be traced as far back as the 15th century. As long before the current occupants of the castle. Alicina Dimitrescu uses the legendary yet peculiar technique to enrich the wine's flavor intensity. And bestow it with a thick bouquet. Her best vintage is Sanguis Effulgens, meaning maiden's blood. It is kept in a special ornate bottle decorated with intrinsic silver flowers. Wauw, ik weet niet wat er allemaal stond, maar dat ging over een hele speciale wijn. En wat is dit? Oh, dit is een wijnhouder. Hier moeten we een wijntje inzetten. Oké, ik snap hem al, maar dan moeten we wel die wijn zien te gaan krijgen. En het probleem is dat we die wijn nog niet hebben. Oké, duidelijk. Hebben we hier nog meer waar we naartoe kunnen? Hier is een deur die locked is from the other side. Oh, wat is daar dan? Ik zie daar wel iets, maar we kunnen er niet naartoe. Hier hebben we nog een boegbeeld. Hier is een hele grote pot die we weer kunnen maken. Pot maken. Leuk man, die potten kapot maken. Zou deze ook kapot kunnen? Oh! Oh shit, ik ga echt gewoon alles kapot maken. Oh damn, oké. Ik moet iets beter looten en iets beter opletten. Ik ben gewoon helemaal nog steeds helemaal van me apropos met wat er allemaal gebeurt, zeg maar. Dat is een beetje het probleem wat ik heb. Ik probeer het verhaal een beetje te begrijpen. Maar er gaat zoveel fout en zoveel mis. Het is echt debiel. Maar goed, hier moeten we naartoe. Want ik weet dus nog dat wij... waar hebben we die item? Deze. Die moeten we gaan examinen. En dan zien we opeens dat dit oog eruit kan. What? En dan hebben we opeens een los oog, joh. En dan kunnen we die daarin gebruiken. Kijk. En dan gaat dit open. Super sick. Super slim. Super nice. Halleluja. Kunnen we hier doorheen? Oh, nee.
Oh nee, dit is niet goed. What the fuck? Zijn hand is geheeld. Wacht even. Zijn hand is geheeld. Let me string you up. Slice your jugular. Even serieus, hoe is zijn hand geheeld? Dat zie ik nu pas. Ethan Winters, zijn hand is geheeld. Oh mijn god. Die gast heeft net nog een hele haak door zijn hand gehaald. Hij gooit er een beetje wondermiddel op en opeens is het heel. Dat kan niet. En wat ook niet kan is dat hier een boekje ligt. Met, it was my first day working in the castle today. All other stuff were women. The mistress and the daughters were very adamant that they wouldn't bite. It was peculiar. It's been 2 weeks since I started working at the castle and I'm a little afraid. Another maid, Adela, made a mistake. Miss Daniela slashed her face with a knife. Gezellig. En at the night I can hear a wailing as if ghosts roam the halls. En hier is opeens dat alles fout gaat. The young ladies were complaining it was too hot and stuffy during dinner, so I opened the window just a crack. Shut it now! They all shrieked at me in unison. I fear I may be taken down into the cellar, never to be seen of again. I don't know what to do. Dit gaat dus over iemand die hier heeft gewerkt. En daarin kan je dus ook een beetje opmaken dat ze vampieren zijn. Want ja, wie de fuck kan er nou niet tegen een raam dat open staat. Nou, dat zijn vampieren. Ik vond het ook wel heel slim toen ik dat van mezelf had gezien toen ik dit speelde. Dat ik gewoon... Oh, hier is ze. Ja. Kijk haar staan. Hallo. Ze is echt gigantisch. Hoe kan je leven als je zo lang bent? Dat kan niet. Dat kan gewoon niet. En dan helemaal niet in de kelder, in de basement, zeg maar. Dat moet je niet willen. Oké, wat hebben we hier nog meer? We hebben hier allemaal wijn en zo liggen en... kan ik hierin? Nee, dat kan niet. Jammer. Hebben we hier nog andere shit? Voor mij niet. Nee, we moeten dat looten blijven doen met als... Oh, dit? Nee, ook niet. Kut. Shit. Waarom kan ik nou niet looten? Ik wil looten. Ik word boos als ik niet kan looten. Oké, ik word niet echt heel erg boos, maar dat maakt niet uit. We lopen door. We hebben hier... Oh ja, kijk. En hier ligt nog een doosje. Oh, wat? Aan de ene kant heb ik nu wel spijt van dat ik die demo heb gespeeld. Die demo heeft nu dadelijk nu dit hele korte stukje... heeft hij gewoon een beetje gespoild voor mij. Maar goed. We doen dan gewoon even dit. Er staat hier namelijk... Trust in light. En dat betekent dat we deze moeten drukken naar die dingen toe, zeg maar. En dan gaan ze aan. En dan gaat die andere gaat ook aan als we er naartoe drukken. Kom op. Ethan. Je kan dit. Kom op, Ethan. Ja, lekker bezig, pik. En nu gaat dit echt super episch open. Wat is trouwens daarboven? Helemaal niks. Nou, laten we dan maar doorlopen. Oh my god. Oh ja, dit vond ik ook echt zo eng. En het is en blijft ook eng. Oh, hallo. Ja, hier hangt echt zo'n heel naar marteltuig. It's covered in dried blood. Ja, alles wat hier ligt is voor mij gewoon gecoverd in dried blood, zeg maar. Ik weet niet of je daar echt heel vrolijk van moet worden, Ethan Winters. En hier, help me, brother. Wie zou dat gezegd hebben? Help me, brother. Dat vraag ik me af. Dat vraag ik me nu oprecht af. Alsof iemand wist dat Ethan Winter in dit fucking kelderding zou komen. Of kerkers eigenlijk. Dat iemand dacht van, hey broeder, ga me helpen. Oh, wat hebben we hier? Dan hebben we nog een briefje. Oh ja, candidates and rejects. Dit is dus een papiertje waar voor mij op staat wie ze kunnen eten en wie ze niet kunnen eten. Dat heb ik een beetje het gevoel. Dat al die meisjes dus hier beneden vastzaten. En volgens mij lusten ze ook eigenlijk meer meisjes dan mannen. Want op een of andere manier ben ik nog steeds levend als man zijnde in echt de meest gekke shitshow ooit. En kijk, hier staat het. Robust appetite. Dat is toch echt vaag? Dat ga je toch niet over iemand zeggen? Dat ze van... Ja, lekker hapje. Natuurlijk, ik vind... Waarom schrik ik hier gewoon nog een keer van? Ik heb letterlijk dit gespeeld in die fucking beta en ik schrik... Nou, het zal wel, maakt niet uit. Hier hebben we nog een boel handgun ammo. Ik weet dat ik straks allemaal mensen hier moet gaan neerknallen met mijn handgun. Oh shit, we hebben 65 kogels! Holy ammohula, oké. Dat zijn echt ontwikkelingen. 65. Oké, nu ben ik helemaal niet meer ergens bang voor. Kom maar bij Melvin, jongens. Kom maar hier. Ik knal je helemaal de graftypes in. Bam, hier, bam, bam. Er zijn er nog meer, maar dat doet me helemaal niks. Ik sla ze gewoon allemaal helemaal dood, hoor. Wat ligt hier trouwens in? Wat lei. Daar ben ik heel blij mee. Snap je? Omdat lei. En dan zeg ik blij. Haha, wat grappig. Oké. Een pijpbom, die ligt hier. Oké, en wat hebben we hier nog meer? Oeh! Oké, even rustig.
Even rust. Oh shit. Oké, ik wil wel een paar doden. Dat vind ik leuk. Gewoon headshot. Gewoon headshotjes geven. Oeh! Ethan, pas nou op. Ze hebben zwaarden, Ethan. Je moet wel oppassen, Ethan. Want ze kunnen hier voor mij best nog wel veel damage doen. Oké, die is neer. En nu moeten we de volgende neerknallen. Ja, dat is 1 schot. Dat is 2 schoten. Dat is 3 schoten. Oh, fuck. Oh, dit loopt dood! Waar moet ik heen? Hier moet ik heen. Oké. Ja, sla dat maar. Doe maar. Oh. Hoeveel zijn... Oké, we gebruiken die pijbom. Fuck deze shit. Fuck deze shit. Hier, neem een pijbom. Op jullie bakkers. Dat was heel strategic. Kijk wat ik heb gedaan. What the fuck? Oh mijn god. Ze waren ook allemaal dood. Oh, wat slim. Oh, ik ben pro-gamer. Fuck al die rotbeesten, hoor. Dat was echt misschien het meest tactische dat ik ooit heb gedaan in een spel. Een pijbom die ik had gevonden en gewoon gelijk denken van... Mohohoho, ik ga ze daar gewoon allemaal opblazen. Wat hebben we hier nog meer? Ligt hier nog iets van loot? Nee, voor mij helemaal niks. Maar komt hier zo meteen trouwens wel een zombie uit, of niet? Heb ik die allemaal gedood? Hallo? Is hier iemand? Niet? Ik kan daar niet onderdoor. Waar moet ik dan heen? Hier moet ik naartoe dan, toch? Er zijn hier nog meer. Ik weet het 100% zeker. Oh, fuck. Ja, oké. Daar is er één. Oh, fuck. Ik wil niet te veel kogels gebruiken, zeg maar. We gaan rustig schieten. Rustig knallen. Gewoon dat hij neergaat, zeg maar. Kijk, dat zijn de goede schoten. Dat zijn de lekkere schoten. Oh, fuck. Ja, die is ook lekker. Die is ook lekker. Ja, kijk dan. Ingrid's necklace? Wie is Ingrid? Moet ik nu die necklace naar Ingrid brengen of zo? Oké. Die lijkt wat sneller. Oh shit. Gewoon even. Hoofdje. Ja, hoofdje. Oh ja, jij bent ook neer. Nee, niet. Toch niet. Hoofdje. Ah ja, oké. Oh, hij is neer. Ze zijn best makkelijk. Waarom zijn ze... Ik heb het gevoel dat ze in de beta, in de demo moeilijker waren of zo. Maar nu zijn ze best allemaal gewoon met hoofdschoten te doden. Moet je kijken dan. We vinden zoveel rotzooi. We hebben ook... Hoeveel lei heb ik ondertussen al? Kan ik dat ergens zien? Nee, ik moet naar... Waar is mijn inventory? Hier. 3960 lei. Daar ben ik echt heel blij mee. Goed, laten we doorlopen. Wat hebben we hier nog meer? We hebben hier ook allemaal van die gangen waar we niet onderdoor kunnen kruipen. Wat ik ook wel begrijp. Ik zou dat namelijk zelf ook niet doen. Oh, jongens. What the fuck? Waar kom jij vandaan? Oké, ik ga me ook gewoon niet bezighouden met jou. Is hier dan iets? Nee, hier kunnen we niet heen, want we hebben nog letterlijk geen één sleutel. We hebben alleen een familiefoto. Ja, natuurlijk kan je daar niet gebruiken. We hebben hier nog een krat. I can't believe Cassandra caused all this mess. Oh, nee. Oh, nee. Serieus. Oh, nee. Oh, fuck. Oh, fucking shit. Oh, shit. Dit is niet goed. Squeeze the blood out when they are alive. Oh, nee. Bullets cannot harm. What the fuck? Oh, het raam. Stupid man thing. Oh, nu kan hij niks. Nu kan ze niks. Oh, what the fuck? What the fuck? What the fuck? Pak je shotgun voor. Pak je shotgun voor. Pak je shotgun. Reload. We hebben namelijk een paar kogels ervoor. What the fuck doe ik? Ethan Winter. Doe even een beetje je best, pick. What? My body. Oh, mijn god. Ja, ik zie het. Mooi, hè? Oh, mijn god. Oh mijn god, oh dit. What the fuck, what the fuck, what the fuck? Oh mijn god. Oh, oké. Oh shit. Oh mijn god. Oké, open. Ik heb geen healing! Oh mijn god. Craft. Oké. Control. Neem drinken, Ethan. Oh mijn god. Kan ik hierheen? Ik kan hier niet eens heen. We moeten haar echt doden, maar hoe dan? Ja, this can inderdaad wel be. Nee, hou nou op. Hoe moet ik haar doden? Ik heb beide ramen opengeknald. Is er nog iets wat ik hier moet doen? Nee, helemaal niet. Is ze nu dood? Oh mijn god. Oh mijn god.
Is het dood? Wat de heck heb ik hier net meegemaakt? Even serieus. Wat was dit dan? Oh mijn god. We krijgen hier nog wel wat handgun ammo terug. Maar ik heb er veel te veel kogels verneukt. Ook omdat ik iets te laat dat tweede raam kapot knalde. Maar wauw. Wat zijn wij ooit? Wat is dit ooit? We zijn bij een of andere slachterij. En hier ligt die fles wijn die we nodig hebben. Oh damn. Ja, dat is die wijn waar we over hadden gelezen. Wat goed. En hebben we hier nog iets anders wat we kapot kunnen maken? Ja, we worden echt rijk, joh. Ik ben echt blij met al die blij. And another one was sent to the cellar. She had only spilled some soup. Everyone knows what happens when you're sent to the cellar. You were never seen again. They drained your blood. Your soul cursed to wander the halls. I went looking for her and when I found her, she was just skin and bones and gnawing on a red carcass. I suspect it will be my turn next. Oh my god. Dit zijn echt hele nare dingen. Kunnen we hier trouwens opslaan? Ik hoop ergens op te kunnen slaan. Wat is dit? Waarom zit dit... Oh, wat? Oh, jongens. We hebben gewoon daar opeens een of ander ziek ding in zitten voor mijn... Oh, wauw. En een picklock. Eindelijk een picklock. Oh, wat fijn. En wat is dit voor mooi kamertje? Hallo. Kunnen we hier ergens iets doen of zo of niet? Moet ik hierheen? F, examine. Nee, we kunnen daar dus niet heen. Wat moet ik dan doen? We hebben zoveel spullen ondertussen gevonden. Dit is echt gewoon bizar. Kijk dan, we worden echt rijk. We worden echt gebombardeerd met spul, jongens. En daar zijn we. Daar fucking zijn we. Ik weet voor mij nog waar die Duke zit in dit kasteel. Dus ik ga daar naartoe en dan ga ik voor mij opslaan. Dat moet gewoon. Ik ga even die kamer zoeken. Ik weet niet meer waar het was. Waar was het? Hier toch ergens? De Duke? Ja, hier. Hier is voor mij de Duke weer. Ja, kijk, daar hebben we hem. Oh, we meet again. Deze man. Duke, why are you here? Where there's coin to be made. And have you found your daughter? Nee, nog niet. No. If she is truly here, the lady of the castle would have kept little Rose in her private chambers, would she not? Dominic Tresk? The very same. Why don't you take a look? Maybe you'll get lucky. Maybe. And speaking of looking, care to make a purchase? Dat doen we straks wel, want hier staat een typemachine. Daar gaan wij op opslaan. En hier bedank ik jullie ook voor het kijken naar deze tweede aflevering van Resident Evil Village. Heb je zin in de volgende aflevering? Druk op het blauwe duimpje omhoog. Volgende aflevering ga ik het op een andere manier opnemen, zodat er geen enkel laggy momentje meer zal zijn. Want ik heb gemerkt dat mijn computer dit spel niet heel erg leuk vindt soms. Dus ja, druk op de blauwe duimpje omhoog. Klik hiernaast of wat anders. Abonneer op mijn kanaal. Reageer op mijn kanaal. Dan heb ik nummer 1 zeggen tegen jullie. En dat is bedankt voor de support. En tot de volgende aflevering. Doei mensen!